Hallo, hier Henk Huppelschoten. Men heeft mij gevraagd om weer mee te werken aan het carnavalsprogramma Carnaval Vooraf. En uiteraard hoefde ik daar geen seconde over na te denken. Maar ze bleven maar zeiken bij Omroep Brabant en uiteindelijk heb ik toch maar besloten om het te doen. En we beginnen vandaag in Langeweg, oftewel Slikgat. Met de nadruk op gat, want ik sta dan hier wel net in Slikgat, maar mijn chauffeur is er eigenlijk al voorbij. Ondanks het feit dat Langeweg maar 5 straten heeft het toch een ringweg. En op nummer 40 daarvan woont Prins Nillis de Tweede, die al sinds mensenheugen is de scepter zwaait over Slikgat. Omdat niemand anders prins wil zijn hier. Althans, Prins Nillis beweert dat niemand hem op wil volgen. Maar ik zeg altijd maar zo, als hij iets goed doet, dan moet je het doen. Je moet het gewoon op de man af vragen. Nee, dat is niks van mij, joh. Nee, denk het niet, hoor. Nee. Wilt u de nieuwe prins van Slikgat worden? Ja, Prins Nillis, je hebt gewoon gelijk. Niemand wil je opvolgen, maar ik weet het goed gemaakt. Mag ik u voorstellen namens de Slikgatse Kempanen, de nieuwe prins, Prins Henk de Eerste. Ja. Beste Kemphanen en Kempkippen. Het is voor mij een genoegen en voor jullie een eer dat ik hier de komende carnaval als Prins Henk de Eerste het carnaval mag gaan leiden. Want anders denk ik dat het carnaval hier in Slikgat binnenkort op zijn gat ligt. Ja. Ik hoop niet dat hier een keelsgat in het verkeerde Slikgat schiet. Sorry, Prins Nillis. Ten slotte nog de carnavalsweerspreuk. Ziet men in pronkzittingen tijd reeds de eerste mus, dan kan ik daar verder ook niet veel aan veranderen. Dus, tot volgende week.